Goedemorgen, sunshine. De tekst ken ik niet meer. Maar good morning boys, welkom bij een gloednieuwe video op mijn kanaal Seals. Vandaag gaan we eigenlijk iets fucking nice doen. We gaan naar een rage room. En wat is een rage room? Dat is een kamer waar je alles kapot mocht maken. Je mocht alles slopen. Insane, dat wil ik al super lang doen. Nu is er een geopend hier in Sint-Truiden in Limburg. Dus daar gaan we op af. Insane. Wasmachines, tv's, meubels, banken, glazen, fles. Alles mogen we daar slopen. I'm going to take a shower, mee ready maken. En dan zie ik jullie daar. Ik ga de auto instappen en kijk eens wat ik nog mee heb gepakt. Een flatscreen. Super grote tv die we helemaal kapot gaan rammen. Een oude flatscreen die al een tijdje kapot is, die gaan we vol rammen. Ik ga nu vertrekken, want ik ben al een klein beetje te laat. Sibbe, Gillian en David gaan ook richting de rage room waar we hebben afgesproken. Ik heb er zin in. Ha! Aangekomen in Sint-Truiden. David is erbij. Gillian is erbij. Sibbe is ergens daarachter al bezig. We zijn hier in Sint-Truiden. Bij rage room, hierachter. Dag, gebouw. Is er rage room. Ziet is. Wat een locatie. Waar zijn die mannen hier? Ah, daar. Oh, hoe vet is dit allemaal gemaakt? Ja, dat is graffiti, hè. Sick. We zijn hier dus bij de eerste rage room in Limburg. Bij Smash It in Sint-Truiden, in Brustum. We gaan eens beginnen, mannen. We beginnen te slopen. We hebben hier een droogkast. We hebben daar een tv staan en binnen allemaal flessen. We doen de veiligheidsbril op. Kijk eens aan. En hier zijn allemaal van die maskers die je moet aandoen. Maar dat doen we niet. Jeffrey heeft voor ons al enkele flessen klaargezet hier. Een monitor, een toetsenbord. Enkele stoelen die we mogen slopen. Een camera die we mogen slopen. Jij is er helemaal gereed voor, hè. Oh, man, ik ben beginner. Sloop maar eens iets, joh. Kom, ja. Oh. Dit zijn de maskers die we normaal moeten aandoen. Als we glas gaan slopen, gaan we dat aandoen. Voor de droogkast niet, dan doe ik gewoon een veiligheidsbril aan. Wat zijn de mannen hier bezig? Dit is zo leuk, hè. Kinderdroom. Oh. Wat gaat je doen? Dus ga gewoon van boven op een fles. Holy shit. Wajo, maat. Zie je als er een... Klaar voor de monitor. Oké, de tv, de schade opmeten. We hebben het frame en het scherm apart. Oh, go! Go! Insane. It's broken, baby. 3, 2, 1. Ik vind het iets verstandiger als ik hier een masker ga opzetten. Ik denk dat kapot is. Oh. Dit is echt gestoord. Ik kan niet eens op mijn gemak mijn masker aan doen. Ik moet mijn agressie uiten vandaag. Zo vol van boven op die mok kloppen. 3, 2, 1. Is dit het zitvlak? Dit is letterlijk glas. Moet ik daarop gaan zitten? Je weet ook dat ik daar gewoon ga doorzakken. Op glas, hè? Ja, maar ja. Hallo. Flesje rosé. Dankjewel. Oh, gooi me eens een glas. Ik heb een glas nodig. Dank u. Ah, ik heb nog een glas nodig. Dankjewel. Dat doe ik, ja. Goed, man. Oké, 3, 2, 1. Nope. Harder. 3, 2, 1. Dat is het. Ga er eens op staan. Ga er eens op staan. Ja, ja. Oh. Wacht. Oké, 3, 2, 1. Wilt jij die gooien? Klaar? Shit, baby! Oké, de stoelmollen. Go! Rak! Come on! Nog! 3, 2, 1. Dit is discuswerpen.
Als ik me niet vergis, had u een glaasje Gini besteld. Oh, dankjewel. Dank u. Kijk, dit dan. Wat een ravage, joh. Oh ja. Ja! Raak! Ja! We out! Oké, okay, we hebben daar een mooi schilderij aan de muur hangen. Ik heb hier een hamer. Oh. En nu wil ik echt... die wil ik echt weggooien tegen het schilderij. Met één hand. Oké? Okay. Oh. Wat gaat je doen? Moest dat terugkaatsen, dan ben ik niet verantwoordelijk. Oké, waar gaat je dat gooien? Ja, Mick hier, denk ik. Aha, hier staat Mick hier. Come on. Oké, dat was wel raak. Welkom bij de Fact or Cap. Ik heb horen vallen dat een golfclub in een fles wijn past. Een golfclub in een fles wijn? Dus. Dan gaan we testen. Oké. En dan zou de golfclub zo in één simpel stikje inpassen. Ah, dan zou het zo inpassen. Ah! Ja, inderdaad. Pas, het past. Dit is een fact. Oh, Erik, doe rustig. Mensen die zich ergens willen uitleven, die een stressy leven heeft, die zich wilt uitleven door dingen kapot te rammen, wat je altijd thuis wilt doen bijvoorbeeld, hier kan het. Hier kan het, boys. Wat zijn we aan het doen? Nooit dat die draait. Oh, die gaat... Ah, die stopt. Ja, die werkt. Hoe grappig is dat? Die droogkast werkt nog. Maat, je kunt dit ook gewoon kapot kloppen, hè? Klop gewoon dat kapot. Maar misschien moet dit mechanisme. Nee, alleen dit, Ah. Kom met een hamer. Ja. Oh, wacht, die deur toe. Nee, maar. Oh, is kapot. Nee, ja, dat maar. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Doe het hier dan. Ja. Oh. Ja, perfect. En nu toe doen. En nu toe doen. Nu geef het niet meer. Ja! Deur toe. Dat was de stroom. Ah ja, omdat... Dat was de stroom. Gedaan met spelen. Let's go. De droogkast staat op zijn plaats. Het licht werkt terug. De plouw was even gesprongen, omdat hier niet genoeg wat is in dit gebouw voor alles erop aan te sluiten. Maar, Gillian gaat er al voor. Hij gaat hem al slopen. Ah, let's go. Insane. Gillian, wij willen ook nog. Even zo. Hey. Oh, dat is mijn droogkast. Oké. Okay. Hell yeah. Oh, die was mooi. Oh. Ik heb er zus met een nieuwe droogkast geplaatst. Zullen we lekker eens kijken of alles er is? Alle! Met een nieuwe droogkast! Wow. Ik heb die zus gekocht! We zijn muziek aan het maken! Ik heb die zus gekocht! Oké, jullie tijd is om. Ding ding, daar gaat de bel. Oeps, ik val voor je, sorry. Sorry. La 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 la. La la.
lekkere I Love Mama servies. Nee! I Love Mama. Last but not least. Ik neem het op. Neem het op. De flatscreen TV. Komt goed, komt allemaal goed. Ja, ja. Probeer eens op de hoek, dus echt hier op te kloppen. Ja. En je. Oh, wow, die was goed. Die was goed. De schade. What's the plan? Hier opzetten en dan met de hamer op het glas van onder. Dus ik ga gewoon even gooien met die hamer. Lekker. Oh, oh. Mispoes. Misschien moeten we het om de beurt doen als spelletje. Oh. Ja, om de beurt. Oh, oh. Oké. Gillian? Tactiek. De tactiek, Oh. Ja! Oh. Yeah. Nee. Hier tussen. Nog niet op het glas. Oké, okay. Oh, wait a second. Ja, ik ben klaar. Ja, go, go, go. Oké, Gillian, let's go. Ja, ja. Ja, ja. Dat was clean. Ja, de schade. Oh, ja, die agressie. Ja, ja. We zijn hier een uur en een kwartier of zo bezig geweest. Insane. Alles gesloopt, alles gemold. Superleuk. Vermoeiend. Maar wel geweldig dit, joh. Ik zet de link even in de beschrijving van deze rijtjeroen. Wilt je zelf komen met je bedrijf, met je vrienden? Maakt niet uit. Check de link even in de beschrijving. We hebben van de flatscreen een flatscreen gemaakt. Die gaat nummer aan, denk ik. Oh, ho. Oh. De allerlaatste. Kom eens hier. Personal talk. Come here. Come over here, baby. Zijn je vroeger gepest geweest op school? Nee. Zeg gewoon ja. Ja. Weet je nog wie die pester was? Gillian Jonkers. Oké, Guillaume. Denk dat Guillaume in deze ruimte staat. En dat je hem nu alles wil teruggeven wat hij u vroeger heeft aangedaan. Oké. Ja. Oh, ja. Nee, dat bedoel ik niet. Nee. Dat bedoel ik niet. Dat is Guillaume. Let's go! Guillaume die vroeger heeft gepest in het middelbaar! Ja! Ja! Come on, Guillaume! Ja! 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 Oké. En... Doei. Dit is de ravage tot nu toe. We hebben goed gesloopt vandaag. Dikke shout-out naar Smash It in Brustum, Sint-Truiden. En wij gaan er vandoor. Super nice. Ik wou dit echt al super lang eens doen. En eindelijk is er hier een geopend in Limburg. Dicht bij mij. Ik ben van Limburg. Dus super nice dat we hier even langs mochten komen. We gaan hier nog even de graffiti langs de buitenkant. Smash It. Super vet ook dit gebouw. Echt zo een garage in zijn tuin eigenlijk. Baske, dankjewel voor te komen. Baske, tot in de frisse wind. Mooi, straks op Fortnite? Ja, vandaag wel. Oké. Allemaal kijken naar de livestream. Nee.